run je in vredesnaam een gaming website met eigen programma's, heel veel persstrips en onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Jongens, welkom bij de Tom Peter Hond Coffee Show. Wij kregen een leuk cadeautje, kijk dan, van MSC. Vind je die mooi? Ik vind hem super mooi. Ja. Echt, wauw. Gaan we nu weer terug naar de Hond Coffee Show. Wat meta dit ook weer. Dit is super meta. En over leuke goodies gesproken. Kijk deze. Dit is echt de minst nuttige. Tommy, moet even laten zien. Want ik heb te weinig handen. Ach, te weinig handen. Ik heb te weinig altijd handen. Dat is ook altijd het geval. Kijk, het is. Oké, wacht. Dus zijn het moeder is ook. Ja, wat? Ik snap het niet. Maar anyway, dit kregen we binnen van Activision. Je denkt van, wat is dit? Een powerbank of zo? Nee. Dit is een. Zoals trailers in de Tweede Wereldoorlog werden verkondigd. Dan kreeg je er gewoon post. Ja. Kijk, de nieuwe trailer van. Koningin Beatrix vanuit Engeland. Hitlerjugend 5. Ja, nee, The Next heel, Frontier. Het is echt, maar je kunt er ook. Er zit gewoon een USB-poortje op, dus je kunt er gewoon andere dingen opladen. Maar ja. Dit is hoe Activision tegenwoordig trailers aan ons geeft. Dat is wel vet. Dat is wel lastig uploaden. Maar, we moeten dit filmen en dan uploaden op Gamersnet. Wij zijn ook dom ook. Maar luister, ik wil hem al heel de tijd openmaken, maar volgens mij maak je hem dan kapot. Hoezo? Wij hebben ooit beloofd dat we nooit cadeautjes kapot maken. Dat doen ze op andere sites heel vaak, met van die standies, dat doen wij niet. Ik wil wel dat hij open kan, maar hij kan helemaal niet open. Nee, het apparaat zit er wel een soort van vast in of zo. Dus. Ja, goed. Leuke goodie, maar we weten weer niet wat we ermee moeten. Wil je hem winnen? Pech dan, want we zijn door de postzegel zijn. Oh, die kun je wel winnen nog. En is het winnen? Bro, giveaway, dikke YouTube money. We hebben een beetje veel acties gehad de afgelopen tijd. Dus het is postverzenddag. En dan denk je, god Tom, wat heb je al veel. Dat is ook wel zo. Maar daar staat de rest. Het moet echt, het past amper in de auto. Oh, kut. Ja, dat moet ook nog mee. Oh, shit. Vet, hè? Jee, gefeliciteerd met je prijzen. Ja, leuk. Kun je aannemen, straks in store moeten we dat allemaal gaan verzenden. Doen we allemaal zelf straks, hè? Tom, het valt mij altijd op. Wij zijn niet de grootste vloggers. Nee. Maar wel de vloggers die het vaakst te zien zijn in de kroeg. Ik zweer het je. Probeer het eens op te zoeken. Ja. Wij zijn waarschijnlijk de Nederlandse vloggers die het meest in de club zitten. Club. Zoek Enzo, zoek David, zoek wie dan ook. Maar ons vind je in de pub. In de pub. Dat brengt ons heel veel slechts. Zoals verliezen. Heel veel verlies. Want we hebben nu bingo. Jij was heel dichtbij met de pub bingo, hè? Ja, nee, serieus. Dus, vier nummers die ik miste. Fuck it. Drie nummers die ik miste. Fuck it. Ja. En nog een keer drie nummers die ik miste. Dat ook drie nummers. Fuck it. Maar we hebben weer niet gewonnen, dus wij proberen het weer. Op maandagavond hier in Rotterdam in de eerste pub heb je gewoon bingo. En dat klinkt heel leem, het is ook leem, maar we vinden het toch leuk. Maar Tom is boos. Ja jongens, het is weer woensdag, pakketjesdag. En Peter is al druk bezig met iets van MSI, super tof. Maar we kregen ook iets van Ubisoft. Far Cry Primal. Wada! Hoetatata, 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 hoetatata. Het is meer een Indiaan of zo. Maar kijk dan, het is gewoon een bieropener. Het is nog een beetje vroeg om een biertje te openen. Het is denk ik 11 uur 's ochtends of zo, maar we gaan hem zeker gebruiken. Thanks Ubisoft. Oh ja. Dit is ook leuk. Happy New Year. Dames. Oh, dat ding is echt. Tuurlijk. Want dit is namelijk een laptop van MSI. Die gaan we niet reviewen, maar er zit iets in. Er zit Toby in. Toby. En Toby is gamen met je ogen. Dat gaan we doen in Games with Gear volgende week. Gaan we gamen met onze ogen. Assassin's Creed Rogue gaan we met onze ogen doen. Als je dan naar links kijkt, ga je naar links. Ik snap er niks van, maar ik ook niet. Het zit hierin. Wat vet. Ja. Awesome. Oh, dat ding is echt hard. Ja? Vet. Kun je hem al zien, of niet? Even een paar dagjes vakantie gerekt. Even Disneyland Parijs. Bienvenue à la magique. Le Disneyland Paris. Dat is wel mooi, toch? Ja, oui. Très bien. Daan, wat lig je er weer sexy bij. Kijk, de jongen liggen. Ja, mooi, hè? Super relaxed. Ik in de stoel.
Yo, we zijn er klaar met Gamers at Radio. En Peet zei, ga vloggen. Doe even iets voor een vlog. Maar volgens mij is alles al hier uitgepakt op kantoor. We op weten GNSQ. Gewoon niet wat we moeten vloggen. We weten niet wat te vloggen. En dus we vloggen omdat we niet weten wat we moeten vloggen. Dat is ook een belangrijk onderdeel van vloggen. Gewoon praten. Maar nee, ik dacht, het is leuk als we juist aan jullie vragen van wat jullie precies van ons willen zien. Want Peter laat natuurlijk altijd zien hoe je een gamewebsite runt. En wij af en toe ook met evenementjes en previews. En bijvoorbeeld in Zweden met de Tuk Tuk Tour, dan zie je ook andere mensen vloggen. Ja. Wij dachten van, wat willen jullie nou van ons zien? Is het alleen maar hoe je een gamewebsite runt? Of willen we ook meer persoonlijke dingen? Ik dacht bijvoorbeeld, misschien is het leuk als jullie het willen. Hè? De huisdieren van de redactie. Dat je ook eens een keer wat andere mensen ziet vloggen. En dan zoiets hebt van, dit is mijn hond. En... Ja, ik heb misschien een dode spin aan het plafond. Maar ik heb ook last van muizen. Dus misschien kan ik... Oh, dude, als je een muis doodslaat op vlog, dan gaan we sowieso viraal. Dat is zo. Maar nee, leek ons wel gewoon leuk. Of weet ik veel, wat ieders favoriete game goodie is of zo. Weet je wel, wat heb je gesnatcht op... Precies, wat heb je in je kamer staan wat je de afgelopen jaren hebt gekregen van GameZet of zo? Op welk game-reliek ben je het trotst? Weet ik veel, dat soort dingen. Dat is wel vet. Maar ja, als jullie willen... Persoonlijke dingen inderdaad, op gamegebied, op gamersnetgebied. En... Laat het even in de comments weten, gewoon hieronder. Ja, en dan... Zo bij mijn... En dan, ja, precies, daar zo. Klik op Daans Kruis om een reactie achter te laten. Precies. Nee, maar serieus, laat ons weten wat te doen. Dan weten wij ook wat we moeten doen. Jee. Ja. We waren in L.A., daar hadden ze de nieuwe Star Tours. Maar het mooie in Parijs is, daar hebben ze nog niet de nieuwe Star Tours. Dus als je nog één keer de oude Star Tours, die echt 20 jaar of zo heeft gedraaid, dan moet je nog even naar Parijs gaan. Want in maart gaat die dicht en dan komt hier ook de nieuwe. Jongens, op dit moment stomme sfeerbeelden aan maken van Gamers at Gear. Kijk, allemaal shit, allemaal dingen van tevoren aan het opnemen. Oh, de magiek, de televisie. Wow. Le magiek. Hey, bedankt voor alle likes deze week. Ja, vorige week zeiden we zoiets van... We stoppen op YouTube als we niet 100.000 likes kregen. We kregen 100.001 likes. Dankjewel daarvoor. Dus we gaan door, jee. Ja, we gaan door. Hou dat vast, geef ons een like. Als je dit op Gamers at checkt, reageer even. Wat wil je meer zien? Wat wil je anders zien? Geef een shout-out, laat ons weten wat je ervan vindt. Want daar worden wij heel erg blij van. Ja, show some love, man. Hashtag liefde en zo. Dat gebeurde vorige week best vaak, hashtag liefde. Ja, ik weet niet waar dat vandaan kwam. Het is niet dat we erom gevraagd hebben. Nee, toch bedankt. Toch bedankt voor de liefde, waar we de ongevraagde liefde. Ja. Is dat niet sexual harassment? Ja, een beetje wel. Ik denk dat we jullie aan kunnen klagen. Nice! 50 likes, of ik even, we klagen jullie aan. Dat moet niemand wel liken.